Deze presentatie gaat over de slimme stad. Ik geef even wat toelichting. Op Hubble staat een presentatie, een PowerPoint, en daar kun je doorheen. En ik heb een aantal slides van die PowerPoint. Dus niet alle, maar een aantal van de belangrijkste heb ik, die worden in dit filmpje behandeld. Belangrijk is, een van de leerdoelen is dat jullie begrijpen wat een slimme stad is. Wat we doen is, we sluiten aan bij theorie, hè, dus bij bepaalde kennis. En dus dat is eigenlijk een theoretisch kader, zo zou je dat kunnen zeggen. En er zijn in dat volgens die theorie, het is maar een manier hoe je er tegenaan kijkt, maar dit is dus een manier om er tegenaan te kijken. Dat is dat je kunt zeggen dat smart wordt gedefinieerd door 4 criteria. En daar, die zie je hier, dat is monitoring, controle, optimalisatie en autonomie. Monitoring is belangrijk. Ze zijn trouwens alle 4 belangrijk. Maar het zijn alle specifieke doelen hebben deze 4 onderscheiden van elkaar. Monitoring, dat woord zegt het eigenlijk al. Wat je dan doet is je verzamelt data. En dat doe je dan met dat verzamelen van data, dat doe je dan met sensoren. Dus dat zullen we straks nog eventjes verder behandelen. En die data die wordt dan ergens verzameld. Dus dat is een proces van dataverzameling. Kun je je voorstellen dat, dat je als je iets monitort en je gaat elke minuut kijken of wat een sensor aan data levert, dan heb je na een dag of na een maand heb je heel veel data. En daar kun je dan wat mee. Dat is 1, dat is monitoring. Ik zal zo meteen nog wat voorbeelden geven. Controle. Controle is een. Wat je dan doet, is dat je dan in staat bent om apparaten aan of uit te zetten op afstand. Of je kunt dat doen. En je kunt dat dan doen op basis van iets wat er dan gebeurt met dat apparaat. Dus je kijkt dan. Het gaat iets verder dan monitoring. Je kijkt wat er gebeurt met het apparaat en op basis daarvan neem je een beslissing en kun je dan iets doen. Dus je controleert, dan je hebt dan controle, je neemt het beheer over van het apparaat. Dan heb je optimalisatie. Dus dat betekent dat er dan maatschappelijke processen zijn. Dat klinkt heel moeilijk, maar dat op zich valt het allemaal wel mee. Stel je voor dat je het verkeer wil optimaliseren. Nou, dat moet je daarvoor doen. Dan moet je kijken hoe bijvoorbeeld files ontstaan, of wachtrijen bij stoplichten, automatische stoplichten, dus dynamisch, die zich dynamisch instellen bijvoorbeeld. Wat je dan doet is de verkeersdoorstroom optimaliseren. Dat is ook een voorbeeld van iets wat je met de slimme stad kunt regelen. In feite komt het natuurlijk gewoon op neer dat je computer een centrale computer hebt en die neemt beslissingen op basis van input. En die input die komt dan van sensoren. En daarmee kun je dan processen stroomlijnen. Je kunt ze beter uitvoeren. En dan is een 4e stap, een hele belangrijke stap. Dat is een stap van autonomie. En dat gaat verder dan de eerste 3 vormen. Autonomie stelt je in staat of stelt onderdelen van de stad in staat om zonder menselijke tussenkomst bepaalde beslissingen te nemen of bepaalde dingen te doen en die dan vooraf ingesteld zijn. En we zullen het daar nog verder over hebben in deze presentatie, maar dan hebben we het met name ook over wat ze dan noemen de Internet of Things. Het internet van dingen. Goed, even terug naar monitoring. Het staat hier wat dat is. Het gaat dus op basis van monitoring gaat op basis van sensor. Je ziet hier een hele lijst met sensoren. Je kunt allerlei soorten fysieke grootheden kunnen we meten tegenwoordig. Er zijn apparaatjes voor. Je hebt drukmeters, zuurgraadmeters. Je kunt luchtverplaatsing meten. Je kunt chemische samenstelling meten. Je kunt eigenlijk alles meten. En het blijkt dus, of het is nu zo dat al die apparaatjes, die sensoren, die worden steeds kleiner. Die worden helemaal, ja, het zijn allemaal miniatuur apparaatjes geworden. En ze zijn
Dat is natuurlijk wat hier dan ook gebeurt. De meeste van die apparaten die zijn ook nog eens een keer internet-enabled. Dat betekent dus dat ze aangesloten kunnen worden, onderdeel uitmaken van het internet. Vandaar dus Internet of Things. Dus dat is eigenlijk de basis voor de input. Ja, dus het is een opnemer. In Nederlands heet het dan een opnemer. Ja, een sensor. Nou, hier zie je dat. Je ziet hier de input. Die wordt veroorzaakt door de... dat zijn eigenlijk de sensoren. Dus je hebt hier de echte wereld, de fysieke wereld. En die wordt bemeten met sensoren. En dat gaat die sensordata die gaat naar de controller toe. En die controller, dat is eigenlijk een computer, die neemt beslissingen op basis van wat er met die input gebeurt. En die stuurt dan de output. Dat noemen ze zo. Dat is een regeling. En dat kan dan weer zijn... Bijvoorbeeld dat iets anders aan of uit wordt geschakeld. Of er wordt een bericht gestuurd naar een controleur of naar een manager. Je kunt dan alles regelen wat je wil. Hè? Dus, want die computer die kan gewoon van alles aansturen. En dat controleprogramma, dat wordt geladen door een, wat ze noemen, een sturingsalgoritme. Een algoritme is een vooringebakken programma die bepaalt wat dit controleprogramma gaat doen op basis van die input. Het wordt eenmalig geprogrammeerd, wordt in die controller gezet en dan kan dit stuk kan weg. En dan loopt, deze drie elementen, die lopen dan, die worden dan, dat is dan het lopende programma. Ik hoop dat ik, dat ik een beetje duidelijk heb gemaakt. In feite is dit ook het basisschema van elke computer. Je hebt invoer, verwerking, uitvoer. Nou, hier zie je een plaatje met, dit is dan een kitje van Arduino. Dat is een hobbycomputer waar je van alles mee kunt programmeren. Heel interessant. Wordt hier ook op school gebruikt bij een ander instituut, bij IED. Dat is heel populair. Voor een paar tientjes kun je een computer maken. En die computer heeft dus ook sensoren. Dus die leest dus ook input met sensoren. En hier zie je bijvoorbeeld dat ding kan geluid meten, kan licht meten, hij kan lichtvochtigheid, temperatuur, hij kan zelfs luchtkwaliteit meten. Dat zit allemaal op zo'n dingetje en dat kost €20, kost een paar tientjes. Ding is wifi enabled, dus dat kan hij ook al. Nou, dit is dus een voorbeeld van een experimenteel apparaat waarop al die sensoren zitten, maar dit is dan... voor het als doel om studenten te laten leren. En ook, maar dat is niet alleen maar zo, maar leren en ook voor goedkope oplossingen. Maar dit bestaat nu al en dit wordt veel gebruikt. Nou, dan zijn er camera's. Hè, die kunnen natuurlijk ook waarnemen, maar dat is niet voor iemand die dan gaat kijken naar de video die uit die camera komt. Nee, die camera die wordt gebruikt als invoer en dat computerprogramma die heeft een algoritme en die kijkt dan. Die kan op basis van die videobeelden, wordt dat gedigitaliseerd en er worden dan patronen herkend. Dus dat is best wel geavanceerd. Dat kan nu ook allemaal al. Nou, je kunt je voorstellen dat er gebeurt nu al heel veel. Mensen weten, er is ook al heel veel bekend, ook over jou bijvoorbeeld. Want als jij een smartphone hebt en je hebt allerlei abonnementen met kaarten en noem het allemaal op. Al die bewegingen, alle betalingen, alles wat je doet, dat is, wordt ergens opgeslagen. En het is nu nog niet zo dat alles gecombineerd wordt, maar dat is, in principe is dat mogelijk om alles te combineren. En dan kunnen ze eigenlijk al je gedragingen van je hele leven... is mogelijk om dat te analyseren, om daar iets mee te doen. Daar komen we nog zo op, want op zich is dat natuurlijk geen geruststellende gedachte. Nou, de telefoon geeft natuurlijk ook heel veel, is natuurlijk een monitoringapparaat bij uitstek. Dat ding draag je bij je. Dat ding is internet-enabled. Er kunnen heel veel apps op. Dus er zit een GPS in, dus dat ding dat weet waar die is. En dus daar, en dat jij hem draagt, is het ook duidelijk waar jij bent. Dit is een voorbeeld van een brug die voorzien is van sensoren. Hier zitten er 145 sensoren op.
En bijvoorbeeld voor vibratiesensoren, dat betekent dus dat het ding bij, als het ding gaat trillen, of dan dus die sensoren die meten de trillingen op zo'n brug. En als dat te hoog wordt, dan zou het bijvoorbeeld iets aan kunnen doen. Kunnen ze bijvoorbeeld het verkeer, of ze kunnen, nou, dan kunnen ze, ja, dan kunnen ze een ingreep doen. Dan hebben ze controle over de brug, over de kwaliteit van de brug. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Je kunt je ook zien dat er verschrikkelijk veel data wordt gegenereerd. 11 gigabyte aan data per dag. En het meeste data is gewoon volstrekt nutteloze data. Dus puur die wordt gemonitord. En als het voldoet, dan, ja, dan heb je er eigenlijk helemaal niks aan. Dan wordt hij erover geschreven door iets anders. Dus het is gewoon continu data wat dan komt. En het, alleen als die dus buiten bepaalde grenzen komt, bovengrens of ondergrens, dan wordt die data pas belangrijk. Want dan zou het in principe een risico kunnen, zou het op een risico kunnen duiden. Nou, hier heb je een andere ding. Hier heb je gebruikers de slimme stad om als controle. Dat is een andere, hadden we gezien, een ander criterium. En dit is een voorbeeld van ook niet echt heel erg leuk. Grootstedelijke controlekamer in Rio de Janeiro. Hier hebben ze gewoon de hele stad volgehangen met videocamera's. En hier wordt daadwerkelijk wel door mensen gekeken of dat veilige plekken zijn. Ik neem aan dat ze dat doen om te kijken of het veilig is. En als het dan niet zo is, kunnen ze de politie erop afsturen, dat soort dingen. Dat zou een mogelijkheid moeten zijn, of kunnen zijn. Op zich is dit niet zo super geavanceerd. Dit is een voorbeeld van optimalisatie. Hier worden fietspaden verlicht. Dit is ook niet zo heel erg geavanceerd. Dit is, ja, dat moet je zomaar afvragen wat dat is. Dat is een tandenborstel met Bluetooth die in combinatie met een app werkt. Dus wat je daarmee doet is, het is wel een vorm van optimalisatie. Want je kunt daarmee de kwaliteit van tandenpoetsen verhogen. Een voorbeeldje is dit. Nou, je kunt robots inzetten om een bepaald productie te laten doen. Dat is natuurlijk ook een vorm van optimalisatie. Hier is een voorbeeld van optimalisatie waarbij je een koelkast hebt die weet wat er in de koelkast zit. En als jij maar blikjes bier uit de koelkast blijft halen, dan kan die koelkast kan jou dan een mail sturen of een bestellijst maken waarin die zegt, waarin die jou opdracht geeft om weer bier te kopen. En de volgende stap is natuurlijk dat die koelkast zelf verbinding maakt met de inkoopcomputer van Jumbo en dan gewoon voor jou de bier bestelt. Terwijl, en dan wordt het gewoon aan het eind van de dag wordt het gewoon automatisch bij jou aan de deur bezorgd. En dan hoef je er verder helemaal niks aan te doen. Je geeft gewoon aan wat je minimaal in je koelkast wil hebben. En dat ding gaat het dan bestellen. En aan het eind van de dag of in de ochtend wordt het dan geleverd bij jou. Dit is een voorbeeld van autonomie, autonoom verkeer. Zelfrijdende bussen, nou, daar zullen we het laatst nog niet van gezien hebben. Alles wordt straks autonoom, het hele verkeer is naar verwachting autonoom. Dus het is straks allemaal zelfrijdende auto's. Dit was de Internet of Things, daar hebben we het over gehad. Het was het netwerk waarbij, internet, waarbij apparaten met elkaar verbonden zijn. En dan wil ik het nog even hebben over iets heel belangrijks waar je steeds meer over gaat horen. En dat is wat ze noemen artificial intelligence. Kunstmatige intelligentie. En dat ene schemaatje wat ik net liet zien over input, controle, output, dat is hetzelfde. Maar er is één heel groot verschil in en dat is dat programma wat draait in de controller. Daar zit een zelflerend algoritme in. Dat betekent dus dat computerprogramma, dat is in staat om zelf beslissingen te nemen die niet van tevoren zijn geprogrammeerd. En dat is in bijna alle gevallen is het zo dat een programma of een computerprogramma die doet, die werkt, dat werkt. En dat werkt aan de hand van hoe het stuurprogramma die werking heeft vastgelegd. Maar het verschil met artificial intelligence is dat het stuurprogramma wordt ingebracht en daarna kan dat stuurprogramma zichzelf veranderen en nieuwe beslissingen nemen in de toekomst door een zelflerend proces. En dat biedt heel veel kansen en ook de nodige uitdagingen. Jullie zullen daar zeker het laatste nog niet van gehoord hebben.
Artificiële intelligence zal een hele grote rol gaan spelen in de toekomstige slimme stad. Dit is zijn een paar slides over data. We hebben het gehad over data, over die sensoren. Wat is dat voor data? Die data, hoe wordt die verstuurd? Is die data, kunnen mensen bij die data bijvoorbeeld? Of is dat privédata? Dus daar moet je natuurlijk over nadenken. Wat is dat voor soort data? Dus je hebt, dan hebben ze, maken ze een verschil tussen gesloten data en open data. Heb je veel data of weinig data? Nou, dat voorbeeld van die brug met die sensoren, die 145 sensoren met 11 gigabyte aan data voor alleen één brug. Dat kun je noemen dat het een vorm van big data is. En je kunt je voorstellen dat als je de hele stad volhangt met allerlei sensoren, dat je dan terabytes aan data hebt per uur. En dat is allemaal big data en daar moet je wat mee. Wat moet je ermee? Dus je moet die data scannen, dan moet je dan patronen uithalen, moet je analyseren. Dat is, je moet dus precies weten wat je wil en dan moet je die data gaan behandelen. Dat zijn allemaal nieuwe, dat zijn nu al beroepen die gaan ontstaan. Nieuwe professionals, dus nieuwe banen voor mensen die daarin gespecialiseerd zijn. En dat zal alleen maar meer en meer worden. En het is overigens ook zo dat we verwachten dat straks computers de big data analysis gaan doen. Ook met een zelflerend, dus als onderdeel van artificiële intelligentie. Nou, dan zie je hieronder drie soorten data. Real-time, long data en linked data. Dat zijn allemaal details. Real-time data is data die gaat over de huidige situatie. Dus dat betekent over nu. Dus de data die nu van die brug komt, om weer even terug te grijpen, dat is real-time. Ja, dus, of bijvoorbeeld data waarop jij, als jij in de auto zit en je wil op je telefoon kijken waar files staan, dan is dat natuurlijk real-time data, want je wil geen data hebben van gisteren, dus je wil de data hebben van nu. Dus daarom noemen ze real-time data, dat is belangrijk. Dan heb je long data, dat is data wat verzameld is over een lange tijd. Dus daar zit dan historie in, historische data. Dat is natuurlijk een ander type data dan real-time data. Dan kun je andere beslissingen nemen. En je hebt linked data. Dat, dat heeft te maken met dat je datasets kunt koppelen. Dus dat als er verschillende computersystemen zijn, die hebben allerlei hun eigen big datasets. En dan zou je die ook nog kunnen koppelen. Nou, dat komt allemaal samen in de slimme stad. Hier zijn wat voorbeelden. Ga ik even snel doorheen. In de cursus gaan jullie zelf ook onderzoeken wat voor toepassingen, welke processen je zou kunnen optimaliseren met behulp van smart data in de slimme stad. En je ziet in deze presentatie wat voorbeelden. En ik zou je ook aanraden om zeker verder te gaan zoeken op internet naar voorbeelden. Er zijn er heel veel. Het wordt steeds meer en meer. Parkeerplaatsen. Ja, even om af te sluiten. Privacy, dus de gevoeligheid van data, is erg belangrijk. Het is natuurlijk zo dat mensen, individuen, die hebben recht op privacy. En de vraag is natuurlijk, in hoeverre is die gewaarborgd? Dat is een heel belangrijk iets. Dat gaat ook, daar zal ook het laatste woord niet over gezegd zijn. En vertrouw je bijvoorbeeld de overheid die met data aan de gang gaat, of een bedrijf wat data ophaalt. Bijvoorbeeld de data die ze uit jouw telefoon kunnen halen. Hoe ver vertrouw je de techniek en hoe ver vertrouw je de organisaties die wat mogen doen of kunnen doen met die data? Heel belangrijk. En echt ook iets wat nog veel discussie zal vergen. En er zal ook de nodige wetgeving komen. De laatste wetswijziging over die private, over die, die data, die nieuwe wet die er is van een paar maanden geleden, dat is maar het begin. Er zal nog flink wat wetgeving komen. Zo, en dat was deze presentatie.